Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Gisteren een heel tof gesprek gehad met een VIP 2.0 klant van mij. Dat is inmiddels coach ik deze jongen al 1,5 jaar, dus al best wel lang. En we zijn eventjes het jaar door gaan lopen. Dus het jaar van 2018. Als jij dit nu luistert, dan zitten we al iets langer in 2019, denk ik. Want ik plan dus de meeste podcasts wat verder vooruit. Dan ben ik ook eventueel bij ziekte. Dan loopt de dagelijkse podcast in ieder geval voor een paar weekjes nog door. Dus het kan zijn dat we al iets verder in 2019 zitten. En toen zijn we eens gaan doorlopen van... En wat heb je nu eigenlijk geleerd het afgelopen jaar? Waar heb je de echte groei in doorgemaakt? En vaak kom ik daar zelf mee, omdat de coachee, en de klant in dit geval, VIP 2.0 lid, er meestal zelf niet zo naar kijkt. Niet zo kijkt van, hey, wat is mijn echte ontwikkeling geweest? Dus waar ben ik echt gigantisch in gegroeid? En dat is natuurlijk voor mij ook iets makkelijker om het van buitenaf te zien. En op een gegeven moment kwam hij zelf eigenlijk al op het onderwerp. Joh, ik heb eens gekeken. Ik heb vorig jaar bij jou de Master Life Pitstop gedaan. En dat is bij mij een sessie die je kunt doen aan het einde van het jaar en in het begin van het jaar. Om te kijken van, ja, om een langdurige coachingsgesprek met mij te hebben. Over wat zijn je kernwaarden? Waar wil je naartoe? Wat worden je leefregels? Hè? Dus welke gewoontes wil je gaan toepassen? Nou, alles wat ik je leer in deze podcast, video's enzovoort. Alleen dan dus... heel erg persoonlijk gemaakt. Dus ik ga jou natuurlijk dan urenlang eigenlijk ondervragen. En we gaan ook meteen dat hele formulier invullen. En dat heb ik toen met hem gedaan. Dat was dus een jaar geleden. Master Life Pitstop 2018. En hij ging daar eens naar terugblikken op dit moment. Dus hij zei, joh Leroy, ik heb eens teruggekeken in die Master Life Pitstop van de vorige keer. En eigenlijk ben ik al heel goed op weg met alle dingen die ik heb opgeschreven. En dat is ook heel logisch, want op het moment dat je dingen gaat opschrijven, ben je er al veel meer mee bezig. Ik heb ooit eens een keer voor mezelf, en dat vond ik ook wel geinig, toen, dat is inmiddels al heel erg veel jaren geleden, maar toen, op dat moment, was dat 3 jaar geleden, toen had ik opgeschreven, dat was tijdens mijn studie nog, ik had opgeschreven, joh, lijkt me tof om een keer een marathon te lopen. Nou, zo had ik nog wat dingen opgeschreven. En ik heb er nooit meer naar omgekeken. Dus het schrift dat ligt ergens te verpauperen, zeg maar. En opeens pak ik dat schrift erbij, omdat ik wat dingen aan het opruimen ben. En ik blader erdoor. En opeens zie ik staan dat ik toen had opgeschreven dat ik die marathon wilde lopen. En echt een paar maand, ik lees dat dus op het moment nadat ik een paar maand daarna net een marathon heb gelopen. Dus ik heb net een marathon gelopen, een paar maanden daarna... ruim ik het spul op en zie ik opeens staan dat ik een paar jaar geleden heb opgeschreven ik wil een keer een marathon lopen, terwijl ik er nooit meer over na heb gedacht. Beetje raar, misschien toeval, misschien niet. Maak jij er maar wat van. Ik denk dat het geen toeval is. En dat de dingen die je opschrijft in ieder geval in je onderbewustzijn blijven haken. En dat zijn dus al sowieso dingen die jij heel graag wilt doen. Hè? En op het moment dat jij dus meer gaat luisteren naar je gevoel, dan ga je uiteindelijk die dingen ook waarmaken. Dus ik vond het wel gaaf dat hij dat zo benoemde. En hij benoemde nog iets anders. En dat is hem heel erg bijgebleven, zei hij van ja, één ding wat ik echt van je heb geleerd, dat is de balans bewaken. De balans bewaken tussen de doelen die je hebt. En dat vond ik hem mooi, want hij zei van ja, weet je, soms dan had ik inderdaad dat mijn relatie bijvoorbeeld gewoon niet goed liep, dat het zelfs gebroken is. Ja, en als ik dan niet meer bezig ben met andere doelen, dan is mijn hele balans weg. Hè? Dus als jouw hele balans, jouw hele leven bestaat uit de relatie en de relatie gaat uit... Dan blijf je dus gefocust op die relatie. En dit is op dat moment natuurlijk ontzettend negatief. Want het is er niet eens meer. Als jij daarnaast ook nog andere doelen hebt waar jij je op richt. Dus op jouw persoonlijke ontwikkeling misschien. Maar op jouw gezondheid. Op je werk bijvoorbeeld. Dan heb je nog wel andere dingen om jezelf aan vast te kunnen houden. En dat vond hij wel een mooi inzicht. En dat inzicht dat wilde ik ook heel graag met jou delen. Dus hoe ziet jouw balans eruit? Kun jij die balans vasthouden? Kun jij grenzen stellen? Kun jij dus aangeven, oké, ik heb een paar dingen waar ik mij op focus. Maar als één van die dingen wegvalt, omdat het een gigantische tegenslag wordt, dan heb ik in ieder geval andere dingen om mij ook nog op te kunnen focussen. Waardoor ik in ieder geval nog kan blijven zwemmen in plaats van dat ik verzuip in de ellende. Dat wil ik je meegeven. Hoe ziet jouw balans er op dit moment uit? Heb jij balans tussen verschillende doelen? Of focus je echt op één
doel. Laat me dat even weten in de reactie op deze podcast, hoe dat er voor jou uitziet. En vind je het lastig om juist balans te houden? Wat doe je dan om die balans te houden? Nou, laat het me gerust even weten. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te spreken. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.